Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Dag dames en heren, welkom bij een speciale uitzending van Karakter. Het programma over politiek en maatschappij op Radio Stoomvaste. Mijn naam is Stuart Kenshuis en ik ga praten met Julian Wit, bekend als psycholoog, schrijver en criticus. Onlangs publiceerde hij op zijn Facebookpagina een vlammende tekst van wel 12 A4'tjes met kritiek op Leo Brunswijk en de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij ABOP in Suriname. We gaan het ook hebben over de leider van die partij, namelijk Ronnie Brunswijk. En we gaan het ook hebben over wat andere personen in die partij, Humphrey Dunsdals, onder andere de perswoordvoerder. Meneer Wit, welkom in Karakter. Meneer Wit, welkom in Karakter. Ja, dat heb ik gehoord en ik zei daarop dank u. Oké, dat had ik niet gehoord, mijn excuses. Meneer Wit, als u 12 A4'tjes schrijft met een vlammende tekst, dan moet u wel erg boos zijn geweest. Wat is er zo aan de hand? Nou, boosheid is niet het juiste woord. Het is meer teleurstelling. En vervolgens moest ik alle zeilen bijzetten om niet te vervallen in een ernstige depressiviteit. Oh jeetje, dat Want, was... Want ik ben bekend als iemand die scherp kritiek levert. En ik heb ABOP in het verleden nooit gespaard. Ik heb Ronnie Brunswijk bekritiseerd vanwege zijn irrationeel gedrag om hier en daar en overal te smijten met US dollars. Dat doe je niet. Geen enkele rijke Surinamer geeft dat voorbeeld. Sarju is puissant rijk. En zo zijn er nog een heleboel andere, Kuldeep Singh, zijn zeer mensen met die zeer vermogend zijn. Zij vertonen dat gedrag niet. In Amerika kennen wij Bill Gates, dat is een miljardair. En nog vele anderen. Nog nooit heb ik gelezen dat zij in Miami of in Chicago of in New York bezig zijn geweest te smijten met geld. Dus dat is een afwijkend gedrag. En dat hoor je als politicus niet te vertonen. Dat heb ik een aantal keren gesteld. En ik heb ook mijn teleurstelling niet onder stoelen of banken gestoken. Toen bleek dat de A-combinatie, want dat was de vroegere combinatie waarin ABOP zat, zeer teleurstellend gepresteerd had naar de achterban toe, de Marons. En toen had ik zelf opgeroepen van nou, die partij kunnen eigenlijk liever opgedoekt worden, want ze plegen verraad naar deze mensen toe. Dus toen de ABOP mij vroeg of ik wil komen ondersteunen, toen zei ik van ja, dat wil ik wel, want ik wil niet alleen maar laten horen hoe het niet moet. Als ik in de gelegenheid gesteld word om de kwaliteit van de prestaties te verhogen, dan zal ik daar nooit nee op zeggen. Dus dat is de reden waarom ik Nederland heb verlaten om naar Suriname te gaan, om een aantal maanden voor deze partij te gaan werken. En ik had dus het idee dat het mogelijk zou zijn om de leiding van de partij naar een hoger niveau te tillen, intellectueel. Oké, dat is een mooie inleiding zou ik zeggen. De leiding van de partij naar een hoger intellectueel niveau tillen. We gaan het daar zo meteen wat dieper op in. Maar laat ik eerst even met dat stukje van Leo Brunswijk beginnen. Want daar heeft u nogal een appeltje mee te schillen. Zo lijkt het althans in uw brief. Want u begint met de brief en u gebruikt een krachtterm. En ik ken u op niet op die manier, moet ik u eerlijk zeggen. hoe boos u ook, hoe zeg je dat goed? Nou, als iemand het presteert om jou van Nederland naar Suriname te laten vliegen, je betaalt zelf de kosten, verblijfskosten betaal je zelf, alles betaal je zelf. En als je daar komt, maak je drie keren een afspraak met hem om besprekingen te voeren. En alle drie de keren laat hij op het laatste moment weten dat de afspraak niet door kan gaan. En de man heeft zo'n chronisch gebrek aan fatsoen dat het niet eens bij hem opkomt om niet dan te zeggen van goed, deze afspraak kan niet door. Maar we kunnen elkaar op die dag, op dat tijdstip, op die plaats ontmoeten. Ja, kijk, als iemand denkt mij zo te kunnen behandelen, dan schrijf ik keihard terug. Want ja, dit is gewoon toppunt van
van onbeschaafdheid. Ja, u ging helemaal los. Begon tot in detail uw relatie met de ABOB te beschrijven. Op het moment dat hij u van oplichterij beschuldigde. Wat deed dat met u? Daaruit blijkt dat de man totaal geen verstand heeft. Ja. Want hij staat bekend als een oplichter. Hij staat bekend als iemand die alleen maar beloftes doet, maar nooit zijn belofte nakomt. En zijn broer staat op de tweede plaats. En als zo'n iemand mij een oplichter durft te noemen, dan vraag je dus om een nucleaire oorlog. Overigens heb ik ook bewezen, heb ik ook geschreven in dat stuk, dat hij juist ergens een kantoor heeft waar hij de mensen geen huur betaalt. Ja. Ik ben nu 67 jaar, dit jaar over een paar maanden word ik 68. Er is geen mens op deze aarde die kan beweren dat Julian Witt hem financieel bedonderd heeft. Dat is onbestaanbaar. Ja. Dus je kan van alles over mij zeggen, behalve dat ik, maar nooit dat ik iemand financieel een pootje gelikt heb. Wat hij wel doet, ondanks zijn vermogen. Ja, u heeft het bij die huurachterstand over het Queens Hotel, meen ik, waar hij kantoor houdt. Daar heeft u harde informatie van, dat die achterstand is? Ja. Okay, dus... Kijk, op het moment dat mensen weten dat je in conflict bent met dit soort types, dan komt de informatie automatisch naar je toe. Ja. Want ze hebben zoveel kwaad bloed gezet in die gemeenschap. En het punt is dat men in Suriname bang is om op te treden tegen dit soort figuren. Want men denkt, de man heeft politieke macht en hij kan mij duperen als hij dat wil. Ja. Dus uit angst incasseert men alles. Ja. Heeft die nu angst... ben ik anders in elkaar gezet. Ik accepteer dit soort dingen niet. Ja. Heeft die angst misschien ook te maken met het gebruik van geweld? Hoe schat u dat? Nee, het is niet zozeer het gebruik van geweld. Maar in Suriname heerst er iets, een politieke cultuur... die je kunt aanduiden met een mooi woord. Ik kan dus nu niet op het woord komen, maar dat gebeurt straks wel. Want op mijn leeftijd gebeurt het heel vaak dat woorden wegvallen. Okay. Dat die wederzijdse, of die voortdurende, die permanente afhankelijkheid van mensen met politieke macht. Dat leidt ertoe dat velen zoiets hebben van, nou, weet je wat, ik incasseer. Want je weet maar nooit wanneer je deze man nodig hebt. En als ik geen problemen wil hebben met de dingen die ik al doe, dan is het beter om te zwijgen. Ja. Dat is de gangbare reactie bij Surinamers vandaag de dag. Wanneer het gaat om misstanden veroorzaakt door politici. Ja, u had een afspraak met de ABOB of met Leo Brinswijk, het is me even onduidelijk. Maar dat u werkzaamheden zou verrichten voor 35.000 euro. Per jaar. Per jaar. U heeft op enig moment, heeft u 17.500 dollar gekregen. Dat is het equivalent. Het, nou, 17.500 euro omgezet in dollars. Precies. Maar hoe zit het met de rest van dat geld? Want, We hadden afgesproken dat ik de eerste 6 maanden voor dat bedrag zou werken. En daarna zou het overige bedrag betaald worden. En dan werken de volgende 6 maanden uit. En, maar dat hebben ze niet gedaan. Ik ben vanuit Nederland gebeld door hem. Van nou, kom weer. Om de volgende 6 maanden voor ons te werken, we hebben je nodig, et cetera, et cetera. En ik zeg van financieel zit alles oké. Okay? Ja, daar hoef ik absoluut niet bang voor te zijn. Maar dat bleken dus mooie praatjes te zijn. Ik ben naar Suriname gegaan. We hebben een bespreking gevoerd thuis bij zijn broer. En daar heeft die broer mij beloofd dat Leo Brunswijk die dag het restant van wat ze mij nog moeten betalen zou komen ophalen om mij uit te betalen. Maar... dat gebeurde niet. Hij verscheen niet en liet ook niets van zich horen. Een paar dagen later kreeg ik een instructie van hem om ready te zijn om naar Mungo te vertrekken. Toen vroeg ik hem of hij wel goed wijs was. En wat zei hij toen? Hij vond het raar. En ik zeg van nee, sorry, maar zo werk ik niet. We hebben een financiële afspraak en die afspraak hoor je eerst na te komen. En als je niet bereid bent om die afspraak na te komen, dan pak ik mijn koffers, dan vertrek ik weer naar Nederland.
En toen zei hij tegen mij van ja, maar geld is niet alles. En toen wilde ik hem naar de hel sturen. Maar ik denk van nou, stuur hem maar naar de pomp. De man doet zelf alles om geld. Hij is bij verschillende bedrijven is hij president, commissaris. Niet dat hij die kennis of die deskundigheid heeft, maar gewoon omdat zijn broer VP is. En daar verdient hij ook grof geld. En dan komt hij tegen mij zeggen dat geld niet alles is. Toen heb ik hem geadviseerd om dat geld, dat salaris wat hij verdient bij Staatsolie, maar dan aan mij over te maken als geld toch niet alles is. Dat heeft hij nooit gedaan. Ik denk dat u daar lang op gaat wachten. Maar u had niet alleen problemen met Leo Brunswijk. Want ik zie in dat stuk, dat lange epistel van u, zie ik ook de naam Humphrey Dundas voorbij komen. Dat is de perswoordvoerder. U heeft daar geen vrienden gemaakt, meneer. Je kan geen vrienden maken met dit soort mensen. Humphrey Dundas is zeer laag geschoold. De man is directeur van Bureau Fous Communicatie en hij is niet eens in staat om een kort persbericht zonder hinderlijke fouten te produceren. Daar kwam ik achter en ik dacht van, geen probleem, ik ben hier, laat mij ze trainen. En dat heb ik ook gedaan, maar hij verscheen niet op de training, want hij denkt, ik ga geen training volgen bij meneer Wit. Dat mag. En ik wilde zijn recalcitrant gedrag tot een zekere hoogte tolereren, maar hij demonstreerde, hij etaleerde de onbegrijpelijke, irrationele brutaliteit door een toespraak die ik geschreven had, een nieuwjaarstoespraak voor de vicepresident, om daarin te gaan rommelen. En iemand die niet geschoold is, is niet in staat om een tekst van mij te corrigeren. Dus ik had zoiets van, hoe haal je het in je hoofd? Op scholen zijn het de leerkrachten die de kinderen lesgeven en niet omgekeerd. Aan de universiteiten zijn het de hoogleraren die de studenten lesgeven en niet omgekeerd. En meneer Dundas denkt dat hij het omgekeerde wel bij mij kan toepassen. Dat gaat niet, dat werkt niet. En toen heb ik tegen hem gezegd van nou, oh ja, ik had een woord opgenomen in mijn toespraak. Anus en dat horribilis? Is, anus horribilis. Ja. De bron is, hoe heet ze, de koningin van Engeland, die had het ooit gebruikt in een nieuwjaarstoespraak. Ja. Dus, en hij was van mening dat het woord veel te moeilijk was om voor de vicepresident om uit te spreken. Wat natuurlijk klinkklare onzin is. Want het is gewoon een kwestie van, stel eens voor dat hij al moeite zou hebben om dat woord correct uit te spreken. Nou, oefen je dat een paar keren met hem. Dat is geen probleem. En hij is in staat om dat uiteindelijk goed te doen. Ja. Maar hij gaat voor mij bepalen wat erin moet en wat er niet in moet. En toen dacht ik van, je bent echt goed gestoord in je hoofd. Ja, oké. dat woord anus horribilis. Ik kan me er iets bij voorstellen dat het voor de vicepresident een probleem is. Ik zag onlangs... Ja, maar wat is het probleem om even te oefenen? Het is niet zo dat dat stuk op de dag dat hij die uitspraak moet... die toespraak moet worden geschreven is. Minstens een week daarvoor. Dan moet je toch in staat zijn om iemand te leren dat het woord anus horribilis is. Is dat zo'n probleem? Ja, dus het is een kwestie van oefenen. Het is een kwestie van oefenen, ja. Ja, ik hoorde onlangs ook een ik dacht dat het de hoe heet het? Overigens, het woord waar ik op wilde vallen was patrimonialisme. Ja, en dat betekent? Dat betekent dat je een afhankelijkheidscultuur creëert tussen mensen die van jou afhankelijk zijn, om die afhankelijkheid zo lang mogelijk te rekken. Ja. Oké, maar even terug, ik begrijp wat u bedoelt, maar even terug naar dat woord. Ik kan me er iets bij voorstellen en ik zei dat niet zomaar, want ik zag onlangs een fractievoorzitter, ik dacht dat het de fractievoorzitter was van de ABOP, die struikelde over dat woord marechaussee. Dus mijn indruk was toch wel eventjes dat Nederlandse taal toch wel een probleem is. Maar de Nederlandse taal is een probleem voor heel veel van ze, voor de hele fractie van de ABOP, dat is een feit. Maar het probleem is, want ik heb ook die groep onder handen willen nemen door ze taallessen te geven. Maar de dames en heren verschenen niet. En als ze al op de training verschenen, dan waren ze de hele tijd aan het bellen. Want ze moeten laten zien hoe belangrijk ze zijn. En als je ze uitlegt van nee, we zijn hier bij een training
En die tijd, want ik blijf niet voor altijd in Suriname, moeten wij maximaal gebruiken. We moeten alles eruit halen wat erin zit. Dus het kan niet zo zijn dat je hier komt om, en dan met je telefoon bezig gaat zijn. Dat gaat niet. Ja. Ze kunnen er niet stappen. Of ze zeggen tegen jou van ja, en, ze kunnen vandaag niet naar de training komen, want ze moeten met een minister naar Nikeri, of ze moeten met een minister naar het binnenland. Van allerlei malle excuses bedenken ze. Ik bedoel, die cursus is eenmalig. Naar het binnen gaan, naar het binnenland gaan met een minister, kun je het hele jaar doen. Ja. Maar zelfs die overweging kunnen ze niet maken en de juiste keuze maken. Dus en het geval van de meneer Sampi met Maréchausse, ik heb deze mensen voorgesteld. Van, alle teksten die je produceert, stuur die naar mij. Laat mij die tekst van jou corrigeren en dan stuur ik het terug. En dat is iets van minutenwerk. Ja. Want vandaag de dag hebben we e-mail, we hebben allerlei middelen die je kunt gebruiken om dat soort communicatie op een vlottende manier te laten plaatsvinden. Ja, oké. Ze hebben dat nooit gedaan. Ja, ja. En die meneer heeft dus, zoals het ook kenmerkend is voor deze mensen, heeft niet eens geoefend. Hij heeft zijn tekst niet eens een aantal keren gelezen voordat hij plaats gaat nemen achter de microfoon. Want als hij dat gedaan had, dan had hij kunnen ontdekken dat hij het woord niet kon uitspreken. En dan had hij iemand gevraagd van nou, hoe spreek je dit uit? Ja. Dus zijn situatie is niet vergelijkbaar met die van de VP. Want de VP heeft daar mensen van de communicatiedienst die met hem konden oefenen. Want dat horen ze te doen. Voordat hij naar de televisie gaat om zo'n toespraak te houden. Ja, een goede communicatieadviseur die zou dat gedaan hebben. Maar even inhoudelijk, want u had het daarnet over naar het binnenland trekken. En ik zag een opmerking van u, waarbij u de ABOP adviseerde om niet elke keer als ze naar het binnenland gaan, om de president mee te nemen. En waarom is dat? Waarom wilt u dat niet? Nou, politiek is een spel dat je moet beheersen. De VHP is niet een zusterpartij van de ABOP. Dus als je naar het gebied gaat waar jouw aanhang woont, dan moet je niet iemand van de tegenpartij meenemen. Zelf al zitten jullie nu in een coalitie. Een coalitie is altijd van tijdelijke aard. 2025 zijn er weer verkiezingen en wie weet kom je tegenover de VHP te staan. Dus als jij naar de gebieden gaat waar je jouw mensen gaat toespreken, dan moet je niemand van een andere partij meenemen, ook de president niet. Dat is dom. En want, heb ik geschreven, als je de president meeneemt naar Mungo, natuurlijk figuurlijk, dan loop je het risico dat hij tijdens de verkiezingen de weg naar Mungo vindt zonder jouw aanwijzingen, zonder jouw navigatie. En dat, de politieke tegenpartij moet je niet van navigatielijnen voorzien. Okay. Dat is de bedoeling van die kritiek. Ja, u heeft die kritiek op de juiste plek geuit, neem ik aan, bij Leo Brunswijk, wellicht bij de partijleider Ronnie Brunswijk. En hoe reageert men daarop? Ze hebben er niks mee gedaan. Nu heeft hij ook de gewoonte om elke keer wanneer de verkiezingen naderen naar het binnenland toe te stappen, naar district Burgopono en Sipalwini, dan predikt hij eenheid onder de Marons. Maar hij liegt, hij bedondert de boel. De man is een chageraar. Hij zegt dingen die de mensen graag willen horen en er zijn mensen die hem geloven. Hij gelooft niet eens in eenheid van de Marons. Laat staan in eenheid van zwarte mensen. U heeft het nu want over Ronnie. Hij bedrijft tribalisme in zijn hoedanigheid als vicepresident en leider van de ABOP. En wat houdt dat in? De mensen die door hem of die door de ABOP worden benoemd op hoge posten in Paramaribo zijn voornamelijk Alkaners. En wat is en daarop tegen? En ik heb tegen hem gezegd van doe dat nou niet, want je schiet jezelf in de voet. Want de Saramakaners en al die andere stammen, die zien waar je mee bezig bent. En op de dag van de als je in de periode van de verkiezingen naar de dorpen toe gaat om dan jouw zogenaamde valse oproep te doen van laten we één zijn. En één zijn betekent dat je op de ABOP moet stemmen, eenheid prediken. Dan zullen ze tegen je zeggen van ja, maar wacht even.
toen jij aan de macht was, heb jij alleen maar omgekeken naar mensen van jouw stam. Dus count us out. Ga naar hen. Laten zij op je stemmen. En dat zal als resultaat hebben dat de ABOP zal eindigen op 2, hoogstens 3 zetels. Dan tel je niet meer. Dan ben je gemarginaliseerd in de Surinaamse politiek. Maar dat komt door jouw eigen stommiteiten. Ja, maar meneer... En ja. Dat begrepen ze niet. Want ze blijven ermee doorgaan. Ja, maar meneer Wit, ik heb ooit eens naar Mohammed Ali geluisterd. En die had een spreuk. En die spreuk luidde: charity begins at home. Zou het niet zo kunnen zijn dat Ronnie Brunsbrijk diezelfde Mohammed Ali die tekst heeft zien uitspreken? Of ja, maar Mohammed Ali was geen politicus. Nee. maar ik wil alleen maar wijzen wat de consequenties kunnen zijn van een dergelijke policy. Ja. De noden in het binnenland zijn min of min even groot. Ja. Je kan onmogelijk als politiek leider alleen maar je aandacht vestigen op Marowijnen. En het is niet zo dat Marowijnen niets gegund wordt, maar om politiek te blijven meetellen, moet je je aandacht spreiden over de andere districten. Zodat bij de volgende verkiezingen je gemakkelijk de mensen kunt mobiliseren, Brokopono en Sipaluwini, om op jouw partij te stemmen. Want als zij besluiten op basis van jouw onverschillige attitude naar hen toe om niet meer op jouw partij te stemmen, dan ben je nergens. Dan nee. Is het afgelopen met de ABOP. En waarom zou je met domme beslissingen, onnadenkendheid ervoor zorgen dat je politiek buitenspel komt te staan? Ja, zou dit ook te maken kunnen hebben dat met het aftreden van Diana Pocky, dat ze van andere afkomst was, tussen aanhalingstekens? Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben? Nee, ik denk dat er niets mee te maken had. Maar ik heb ook in dat conflict Diana Pocky overigens geadviseerd via de televisie hoe ze dat conflict moest aanpakken. Maar ze ging daar dwars tegenin met alle gevolgen van dien. Dus in dat conflict was het niet zozeer de fout van de leiding. Ik denk dat Diana Pocky zelf zeer, een scheve schaats gereden heeft. En dat heeft geleid tot haar aftreden. Ja, oké. Okay. Als het gaat om die kwestie met Rijsjano Santokki. Die jonge man, de zoon van de president, die af en toe in de media over de scheef gaat, tussen aanhalingstekens, en zijn vader probeert neer te halen. Of Melissa Santokki, de vrouw van de president. Dan zie je Ronnie Brunsbrijk soms ineens naar voren komen en het opnemen. En u bent daar tegen. Wat is uw probleem daarmee? Het is een hinderlijke gewoonte van zwarte mensen in het algemeen en de Marons in het bijzonder. Ze zijn eraan verslaafd om op te komen voor de belangen van mensen van andere etnische groepen of uit andere etnische groepen. En dat moet je niet doen. Er bestaat een begrip dat ze noemen reciprociteit. Dat betekent? Dat betekent wederkerigheid. Ja. Als jij in problemen bent, steek de anderen ook een poot uit om jou te helpen. Als je nee zegt, antwoord op die vraag, dan moet je de anderen ook niet helpen als hij in problemen zit. En bovendien is het zelfs politiek niet verstandig. Want hoe zwakker de politieke opponent, hoe groter de kans dat jij boven water komt drijven als overwinnaar. Dus als die in problemen is, dan kijk je gewoon de andere kant op. En tot nu toe hebben we niet kunnen meemaken dat wie dan ook binnen die coalitie ooit een poot heeft uitgestoken naar de ABOP toe. Ze komen niet eens op voor de belangen van de Marons. De NPS doet dat niet, de VAP doet dat niet. Geen enkele andere partij doet dat. En de partijen die hun bestaan danken aan het feit deze achterstandssituatie er is onder de groep Marons, zij staan zeer onverschillig tegenover de noden. Als zij politieke macht verwerven, dan is er maar één ding waar ze aan denken: vriendjes benoemen, familieleden posten geven. Als je kijkt naar de werkelijke noden van de mensen in het binnenland, dan zie je dat ze totaal geen belangstelling daarvoor hebben. Kijk maar hoe lang de A-combinatie aan de macht was. Ze zijn volgens mij vanaf 2006 aan de macht. Tot nu toe is de onderwijssituatie in het binnenland erbarmelijk. Dat betekent dat het grootste deel,
75-80% van de leerkrachten die daar voor de klas staan, hebben een boslandakte. En u heeft geen idee wat dat betekent. Het zijn leerkrachten van wie je kunt zeggen dat heel veel leerlingen in de zesde klas meer in hun mars hebben qua kennis dan de leerkracht die voor de klas staat. Ja. En dat, die situatie heb je alleen in het binnenland. Alleen in het binnenland komt het voor dat, dat de scholen niet op 1 oktober opengaan zoals dat in Paramaribo en overige districten daar in de buurt gebeurt. En jij komt als Maron-partij aan de macht. En dat is ook een van de verklaringen waarom ze niet voor onderwijs gekozen hebben. Want het interesseert geen zier. En tot de dag van vandaag is die situatie niet veranderd. Ja, maar meneer Wit, ik kan me er iets bij voorstellen dat u dat zegt. Er is een zwarte partij, een partij met zwarte mensen die in het machtscentrum komen. En als er een probleem is in het gebied waar ze wonen, vooral het onderwijs. U als een man van onderwijs, onderwijs en onderwijs, dan gaat u dat ter harte. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar is het niet zo dat die achterstandssituatie van zwarte mensen in het binnenland, dat het eigenlijk puur te maken heeft met de politieke situatie waarbij Creoolse mensen uit de stad, Hindustaanse mensen uit de stad en noem het maar, eigenlijk totaal niet omkijken, geen enkele notie hebben of nemen van wat er daar voor problemen zijn. Dat is al meer dan 40 jaar, dat is toch al niet zo. Ik ben het 100% met u eens dat de bestaande, de reguliere politieke partijen decennia lang de mensen in het binnenland verwaarloosd hebben. Ze kwamen daar alleen maar als het tijd was voor de verkiezingen. En dan komen ze eenheid prediken. Dat lijkt wel een vast recept. En na de verkiezingen worden die mensen weer versleten als achterlijke jukas. Dat is jarenlang, decennia lang gebeurd. Ik bedoel, wat die mensen hebben opgeofferd aan woongenot, aan leefgenot, ten gevolge van de bouw van de stuwdam, dat is iets wat je niet gemakkelijk onder woorden krijgt zonder dat je emotioneel wordt. Ja. Maar de mensen in Paramaribo die de politieke macht hebben, het interesseert hen geen zier. En wanneer je uit die situatie een oplossing denkt te hebben, dat is de oprichting van de politieke partijen BEP en ABOP, dan blijkt dat deze mensen die de leiders zijn van deze partijen nog hartelozer zijn dan de NTS'ers, de NDP'ers en de VAP'ers. Want je moet toch wel uit een partij zijn die vol zit met harteloze monsters als je zelf afkomstig bent uit het gebied. Je kent de noden, je kent de problemen. En dan kom je naar Paramaribo en het enige waar je aan denkt is ervoor zorgen dat je een grond krijgt op een of ander project daar in Noord. Of je zakken vullen en concessies proberen te scoren en al dat soort dingen. Maar je kijkt absoluut niet om naar de problemen die de mensen hebben. Het interesseert jou geen zier. Dan ben je nog hartelozer. Dan ben je nog wreder. En dat geldt voor de ABOP'ers, zowel als de mensen van de BEP. Dan al die politieke partijen van Paramaribo die we bekritiseren. Ja, dus het gaat er bij deze partijen, als ik u goed hoor, slechts om het verdelen van geld, grond, goederen en anders niets. Ja, is dat de conclusie? Het is alleen maar proberen om materieel zelf vooruit te komen. Maar wat er eigenlijk gebeurt met de mensen, dat raakt hen niet. Dat is voor hen niet relevant. Dat hebben ze al jaren bewezen. En daar zal ook geen verandering inkomen. Vandaar dat ik gezegd heb, van wat mij betreft, kunnen ze allemaal verdwijnen. Want de mensen hebben hun hoop op hen gezet. Van eindelijk komen onze mensen aan de macht. Een heleboel van onze problemen zullen worden opgelost. We zien nu bijvoorbeeld dat een deel van het binnenland worstelt met watersnoodproblemen. Heeft u ooit de VP daarover iets horen zeggen? Heeft u ooit iemand van de ABOP in het parlement daar iets over horen zeggen? Heeft u ooit iemand van de BEP daarover iets horen zeggen? Nee, het interesseert ze echt geen zier. Nou ja, dat is het probleem. Ja. Ja. Waarmee de Marons vandaag de dag worstelen in Suriname. Ze hebben politieke partijen, maar die politieke partijen denken maar aan één ding. En dat is dat de mensen die dicht bij de macht zitten zichzelf materieel moeten verrijken. En voor de rest
maakt het er niet uit wat er gebeurt met die mensen daar in het binnenland. Ja, maar meneer Wit, dat inzicht wat u nu op de radio verkondigt, had u dat niet vooraf toen u met die partij in zee ging? Want u heeft... Die inzichten had ik wel vooraf en die dingen heb ik ook geschreven in mijn boek Kritieken, het schoonmaakmiddel van de geest. Ja. En in Het komt nooit meer goed en ook in Waarom wij het niet redden. Ja. Maar... wanneer ik de gelegenheid krijg om van nabij een aantal dingen te veranderen, mensen te verleiden tot gedragsmodificatie, dan kunt u zich voorstellen dat ik niet nee kan zeggen. Ik heb tenminste mijn stinkende best gedaan om daar dingen voor elkaar te krijgen waar men niet spontaan op komt. Ik heb kennis en ik heb deskundigheid. Ik heb de heer Roger Bruswijk voorgesteld om hem te trainen, zodat hij niet meer zo agressief hoeft te reageren op persconferenties. Als mensen opmerkingen maken die door jouw verkeerde keelgat dreigen te schieten, dan zijn er bepaalde dingen die je kunt zeggen om die dingen te ontwapenen of om daar heel relaxed op te reageren. Hij wil niet. Ik heb andere soorten trainingen voor hem klaargezet. Ik heb ze op de band, ik heb ze op USB-sticks gestuurd, of links aan hem gestuurd. Hij hoefde alleen maar te luisteren als hij bijvoorbeeld naar waar dan ook ging. Hij heeft die dingen nooit geopend. Dus je probeert om de kennis die je hebt, om daar een deel van aan de mensen over te dragen. Ik bedoel, toen de Surinaamse Nederlanders voor het eerst gingen spelen voor het nationale elftal van Suriname, heeft hij een toespraak gehouden die nergens op sloeg. En ik denk van, je hebt een wit binnen. Waarom vraag je mij niet om een toespraak voor je te schrijven? Ik bedoel, Rutte heeft ook mensen die zijn toespraak voor hem schrijven. Obama had ook mensen die zijn toespraak voor hem schrijven. En dat geldt voor de hele politiek in de westerse wereld. Jij als politicus hoeft dat niet zelf te doen. Er moeten mensen om je heen zijn die de capaciteiten hebben, die in staat zijn om dat soort documenten, dat soort stukken voor je te produceren. Maar dat is toch de bottleneck waarschijnlijk? Wat zegt u? Dat is toch de bottleneck waarschijnlijk? Die mensen die hij om zich heen heeft. Als je niet de juiste mensen om je heen hebt, dan gaat het van kwaad tot erg. Oké, dat ben ik ook met u eens. Maar als ik daar aanwezig ben en ik ben in staat om die stukken voor jou naar een bepaald niveau toe te tillen, waarom maak je dan geen gebruik van? Ja. Dat is mijn jongere broer heeft wel gebruik gemaakt van de toespraken die ik schreef. Dus hij wist van de kwaliteit van mijn stukken. Maar toch, het interesseerde hem niet. En er zijn nog meer dingen waar ik kritiek op heb geleverd. Het feit dat zij dus alleen maar bezig zijn met Marowijnen. Daarvan heb ik ook op een heel rustige manier tegen hem gezegd van, nou, dat moet je niet doen. Want uiteindelijk zal jij de benadeelde partij zijn. En je moet geen handelingen verrichten die uiteindelijk tot jouw nadeel leiden. Want dat is nog precies de definitie van onverstandig of dom. Dat is nog precies hoe we domheid omschrijven. En je moet je daaraan niet schuldig maken. Nee. Dat alles heeft niets uitgehaald. Ja, even terug naar die initiatieven. Want u heeft het over een aantal dingen die u voor de partij hebt opgezet. Op verzoek van Leo Brunswijk. U moest naar Suriname en het begon al met het vaccineren. Vaccinatie. Nou, hoe is dat gegaan toen de tijd? Nou, zij waren aanhanger van een meneer May. Dat is een of andere idioot of een charlatan, een oplichter die Surinamers wijs maakte dat hij iets brouwsel gemaakt had waarmee je corona kon genezen. Ja. Of als je dus een brouwsel kocht en innam, dan voorkwam dat je besmet raakte door het virus. Maar dat is natuurlijk klinkklare onzin. De man is niet geschoold, hij heeft nooit een universiteit van binnen gezien, hij heeft nooit medicijnen gestudeerd. Hoe kan zo iemand een virus waarmee de wereld niet bekend is, hoe kan hij een middel produceren waarmee je zo'n virus kunt bestrijden? En dan ga jij als politieke partij je encanailleren met een dergelijke oplichter. Dat is ook iets wat onbegrijpelijk was. Dat doe je niet. Meneer, er zijn medicijnen ontwikkeld
door fabrieken in de Verenigde Staten. En die medicijnen die zijn gedistribueerd in Europa. En Nederland had voldoende om te sturen naar Suriname. Dat is de enige manier waarop je je eigen bevolking kon beschermen tegen besmetting. Of tegen het feit dat wanneer ze besmet zijn, dat ze doodgaan. En iedereen met een klein beetje IQ begrijpt dat. Hoe is het mogelijk dat een leider van een politieke partij niet bekend is met die informatie? Dan ga je nog erbij reclame maken voor een oplichter. Dat is toch onbegrijpelijk, dat is toch not done, dat is toch ook, dat kun je toch niet uitleggen? Ja, maar even terug naar die vaccinatiedag. Ik begrijp dat u iets tegen meneer May heeft. Maar hoe is die vaccinatiedag gegaan? Want Die vaccinatiedag die heb ik dus georganiseerd. Ze waren wel bereid om de publiciteitsgelden aan mij te verstrekken. Waardoor ik advertenties kon plaatsen op radio en televisie en kranten. En het is mij gelukt samen met de beheerder van het partijcentrum om op die dag 210 mensen daar te krijgen op Latour. En u moet zich voorstellen, hoe groter de concentratie zwarte mensen in ergens in Paramaribo, hoe groter ook de weerstand tegen vaccinatie. En het is op zich een heel merkwaardig verschijnsel. Dat zie je ook in de Verenigde Staten en dat zie je ook hier in Nederland, dat zwarte mensen de neiging hebben om zich te willen onttrekken aan dat soort zaken. En daarbij worden allerlei malle argumenten gebruikt. En dat heeft als gevolg dat zij disproportioneel het slachtoffer zijn geworden van het coronavirus. Ja. Maar goed, het is die dag gelukt. Maar je wil niet weten hoeveel tegenwerking je krijgt van de bobo's van de partij. De vicepresident dus. Die presteerde het om die dag naar Coroni te gaan. Ja. Ben je gek? Coroni is niet van geen enkel belang voor de ABOP. Ja, alle overige politieke partijen die een vaccinatiedag hadden georganiseerd, daar konden we zien dat de heer Boutersen op zijn partijcentrum aanwezig was. De heer Rusland ook op Grundjari aanwezig was. De heer Santokki was ook aanwezig op daar aan de, hoe heet het daar, in die straat nou weer, Koppendamesstraat, ja. Waar het partijcentrum is van de VAP. Alleen meneer Brunswijk denkt dat hij daar niet aanwezig hoeft te zijn, want hij denkt van als hij daar komt, dan werkt hij mee aan het succes van iets wat ik georganiseerd heb, terwijl het in het belang is van de partij. Dus dat soort kromme redenering, krom soort van denken, daarmee word je geconfronteerd en dan moet je een manier zoeken om daarmee om te gaan. Het was niet gemakkelijk. Dus uw indruk is dat u werd tegengewerkt op basis van een eventueel succes dat u zou kunnen behalen. En dat succes is niet van hem en dan gaat hij er niet aan meewerken. Is dat wat u zegt? Ja. Oké. Okay. Er zit ook een dubbelzinnigheid in. Dus aan de ene kant hebben ze iets tegen het feit dat je uit Nederland komt. Maar als je die deskundigheid hebt, what the hell? En het merkwaardige is dat wanneer er witte mensen die ongeschoold zijn of in ieder geval de capaciteiten niet hebben naar Suriname gaan en zich aanmelden bij dit soort partijen, dan worden ze binnengehaald om trainingen te gaan verzorgen. Ja. Die man heeft niet eens een middelbare school doorlopen en geeft zich uit voor doctorandus, maar dat is hij niet. U heeft het over Bert Schreuders. Ja, en die behandelen ze wel koninklijk. Dus dat is ook een van de hippies waarmee zwarte mensen tot de dag van vandaag nog steeds worstelen. Ondanks het feit dat ze allerlei rare dingen roepen op 1 juli. Maar goed, dat is een ander probleem. Nou ja, goed. Laten we daar even niet over hebben. Dus. We gaan het alleen hebben over Leo Brunswijk, de ABO, Ronnie Brunswijk en nog meer figuren binnen die partij. Meneer Wit, u heeft het in uw brief ook gehad over trainingen voor ambtenaren in het binnenland. Of in Marowijnen was dat. Wat is daarop tegen? Meneer Kersenhuis, we weten allemaal dat het overheidsapparaat een groot probleem is in het land. Ja. Want er zijn te veel ambtenaren. Er is onvoldoende geld om al deze om de salarissen te betalen van al deze ambtenaren. Een van de eisen van de IMF, het financieel instituut dat Suriname ook leningen verstrekt, is dat men juist moet gaan bezuinigen op het aantal ambtenaren. Waarom ga je als politieke partij in het district Marowijnen
trainingen geven voor mensen om ambtenaar te worden. Dat is toch ondoordacht? Dat is toch dom? En alsof dat niet erg genoeg is, lees ik ook dat ze een cursus snel typen of een cursus leiding geven. Dus men is met zaken bezig die het absoluut niet ertoe doen. Ze hebben in het verleden de assembleeleden van de ABOP getraind. En dat heeft een zekere mevrouw Citaldin gedaan. Die was minister van Onderwijs. Ja. En die training ging over presenteren. Maar wat voor nut heeft het om iemand te leren presenteren als die persoon niet eens in staat is om een behoorlijke volzin in het Nederlands te produceren? Okay. Dus er wordt over niets nagedacht. Alle uitingen getuigen reflecteren onnadenkendheid. Er is geen strategisch plan over het verheffen van ik de achterban. Ik wil het nog niet eens over strategisch hebben. Wat bij strategisch, voor strategisch heb je wat meer denkwerk nodig. Maar eenvoudig denkwerk gaat zelfs niet eens vooraf aan de activiteiten. En als je al fouten maakt omdat je het niet weet. Nou, het is geen ramp. Maar als het je lukt om iemand binnen te halen die jou kan wijzen op jouw fouten. Die jou kan zeggen van nee, dit moet je niet op die manier aanpakken. Ja. Dan weiger je. Ja. Te luisteren. Ja. Dus het is eigenlijk structureel binnen de partij dat... Het is structureel en er zijn mensen in die partij met IQ hoor. Laat dat even duidelijk zijn. Maar hij treedt heel grof, dan heb ik het over de VP, tegen die mensen. Hij behandelt ze zeer grof. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja, ik kan een voorbeeld geven. Hij wilde een keertje geld vrij maken voor een gezagsdrager uit het binnenland. En de toenmalige minister was het niet mee eens, want het was onrechtmatig gebruik van overheidsgelden. Ja. En toen zei de man tegen hem van nee, dit gaan we niet doen. En toen dreigde hij de man te ontslaan. En de man zei van okay, meneer, als je mij niet meer wil hebben, dan ruim ik mijn bureau op, dan vertrek ik. Maar dit gaat niet gebeuren. Ja. En hij is een van de weinigen die in staat zijn om tegen hem in te gaan. Maar al die anderen, die houden hun mond dicht. De man gaat naar besprekingen en neemt geen enkele adviseur mee. Maar zelf heb je onvoldoende kennis van zaken. Dus als je gaat onderhandelen met de VHP, dan kunnen die mannen alleen maar schaterlachen, want de man komt alleen zonder ondersteuning. Ja. En je bent geen partij voor die hoogopgeleide jongens van de VHP. Je bent echt geen partij voor ze. Ja. En er vindt ook geen besprekingen plaats met zijn adviseurs. Ik heb ze voorgesteld van luister eens, laat de VP elke maand minstens één keer met de fractieleden van de partij in de assemblee vergaderen. Ja. Wat gebeurt er? Wat hebben jullie gedaan? Wat zijn de problemen? Hoe moeten we verder? Niets daarvan, daar heeft hij geen tijd voor. Hij is zo lang bezig, hij is zo intensief bezig met de president. Want dan moet hij dit met de president doen, dan moet hij dit met de president. En dan moet hij opkomen voor de vrouw van de president. Dan moet hij opkomen voor de zoon van de president. Ben je nou gek? Ja, past in dat... Dat zijn zaken die het privéleven raken van de president. Daar moet jij je niet mee bemoeien. Er zijn al voldoende problemen waarmee jij je bezig moet houden. En niet met de zaken van de president. Maar dat kan hij niet snappen. En de lovende woorden, de extreme lovende woorden aan het adres van de president. Terwijl diezelfde president in het verleden met instituten wilde komen. Waarbij alle andere mensen buiten de VHP buitengesloten werden, inclusief de ABOP. En ze hebben nog meer van die rare streken met de ABOP uitgehaald. Ja. En dat onderga je en toch doe je voorkomen alsof de man jouw God is die je elke dag moet aanbidden. Die houding mag je nooit in de politiek aannemen tegenover iemand met wie je samen in de coalitie zit. Want ze gaan alleen maar minachtend naar jou kijken en reageren. En dat is ook niet in het belang van jouw partij. Dat is ook niet in het belang van jouw achterban. Ja, past bij die grondhouding. Ik heb het nu over Ronnie Brunswijk. Die grondhouding, dat machtsdenken, past daarbij dat je niet begrijpt hoe de scheiding der machten werkt. Ik bedoel, als je naar het parlement gaat en daar zegt midden in het parlement dat je opdracht hebt gegeven aan je parlementsleden als VP, dan is er toch iets mis ergens gegaan, schat ik zo in.
Ja, de man is niet bekend met het principe van, of met de doctrine van de trias politica, de scheiding der machten. En ik heb die dag ook gezien dat meneer B. nog heeft geprobeerd om de schade te herstellen door hem te zeggen van nee, VP, u mag die mannen niet adviseren. Maar ik ging door van ja, nee, ik moet eerlijk zijn, ik heb het gezegd en ze hebben het gedaan. En dat heeft ook alles te maken met ignorantie, niet weten, onwetendheid. En onwetendheid zou niet eens een ramp hoeven te zijn als je ervan bewust bent dat je onwetend bent en jezelf openstelt voor kennis. Maar nee hoor, de man gedraagt zich arrogant tegenover iedereen die hem van belang zou kunnen zijn met betrekking tot de opvulling van zijn kennislacune. Ja, maar meneer Wit, toch even een puntje van kritiek, want u heeft het een en ander tegen die partij, tegen Ronnie Brunswijk, tegen Leo Brunswijk, maar met name Ronnie Brunswijk. Als u kijkt naar zijn verleden, veroordeeld hier in Nederland en in Frankrijk, meen ik, voor drugstransporten. En toch heeft hij geprobeerd om een rechtszaak, via een rechtszaak, de VP weg te krijgen van de internationale opsporingslijst. Hoe zit dat precies? Dat is ook gebeurd met... kijk, die internationale opsporingstoestand, ik bedoel, wat op internationaal niveau speelt, dat vind ik niet eens zo relevant. Nee, waarom niet? Waar het om gaat, is, want ik bedoel, hoe vaak zal hij naar het buitenland kunnen gaan? Dat is niet het probleem. Ik bedoel, de heer Boutersen was ook uiteindelijk verschoond van die lijst. Dus dat is niet een contradictio in terminis. Dat is geen tegenstrijdigheid. Nee. Als je te maken hebt met iemand die in staat is om van betekenis te zijn voor een groep en er zijn bepaalde beperkingen, dan kun je in dat kader proberen om iets te doen aan die beperkingen. Omdat je weet dat het wegnemen van die beperkingen zijn mogelijkheid om te opereren vergroot. Ja. Maar goed, als zij zelf het nut en de noodzaak daarvan niet inzien, dan houdt het op. Hetzelfde is ook gebeurd met een bericht in het NOS-journaal, waarin hij ervan werd beschuldigd een handje te hebben in de plaatsing van handgranaten onder de auto van een broer van Jason Pinas. Ja. Dat was natuurlijk onzin, dat is niet waar. Ja, want u... Het journaal heeft dat gebracht. En dat deed ook de Telegraaf. En dan belt Leo Brunswijk mij om met de vraag of ik met de opdracht zelf om een advocaat te zoeken om de NOS en de Telegraaf voor de rechter te slepen. En heeft dan u dat zoek wel? Ik een mediaspecialist binnen de advocatuur in Nederland. Ja. En als je iemand gevonden hebt die in staat is om dat werk te doen, dan belt Leo Brunswijk je weer om te zeggen van ja, hij heeft al iemand anders. Hij heeft een Surinaamse advocaat in Den Haag. Die man is gewoon een strafrechtadvocaat. En het probleem is dat Surinamers denken dat alle advocaten inzetbaar zijn voor alle problemen. En je kan ze niet wijsmaken dat er een specialisatie is. Ze denken dat iemand die strafrecht doet ook geweldig moet zijn in civiele zaken. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Ja. En dat vond ik zeer... zeer slordig en onverantwoordelijk. Ja, dus het is een beetje een Surinaamse goed, ik moest bakzeil halen. Ik moest met mijn staart tussen de benen aan de mevrouw hier in Nederland zeggen dat die opdracht niet doorgaat. Ja, oké. Om te voorkomen dat elke keer weer ongeschoolde mensen de partij zouden vertegenwoordigen in de assemblée, stelde u voor om een psychologische test samen te stellen die gebruikt zou moeten worden om kandidaten te testen voordat ze die assemblee ingaan. Hoe is dat gegaan en wat is het resultaat? Wat doe je dat voor? Ik heb dit voorstel sinds 2011 gelanceerd. Ja. Maar toen was het voor alle Surinamers die in aanmerking kwamen voor een overheidsbaan waarbij ze meer dan 5000 SRD verdienen. Nu zou je dat bedrag kunnen opvoeren tot 10.000. Want het was gewoon duidelijk dat er te veel mensen op posten terechtkwamen waar ze niets konden presteren omdat ze dus de kennis ten eenmale niet in huis hadden. Ja. Dus toen bedacht ik dat voorstel.
Maar met betrekking tot de Maron-politieke partijen is die noodzaak nog groter. Want we hebben daar iemand gehad die zei dat zijn partij niet over één nacht ijsje is gegaan. En dat heeft geleid tot nationale lol in Suriname. Iedereen deelde die informatie, dat beeld, dat videobeeld. En het was lachen geblazen in alle hoeken van Suriname. Ja. Dat is iets wat je als partij niet moet hebben. Ja, u heeft het over het optreden van meneer Wakkie toen de tijd. Nee, dat was voor Wakkie. Oh, oké. Ja, nee, er waren een heleboel incidenten. En daarna kwam Wakkie en dat was ook een optreden van niks. Ja. De man is niet eens in staat om één zin in het Nederlands te formuleren. Wat doet hij in een assemblee? Dat kan niet. En als je voortdurend dit soort situaties krijgt binnen jouw partij, dan moet je er niet van verbaasd staan wanneer de hele gemeenschap denkt dat die ABOP alleen maar uit analfabeten bestaat, of dat het denkniveau van die club heel laag is, of dat er alleen maar onontwikkelde mensen in die partij zitten. Dat heeft te maken met de mensen die die partij uitdragen. En als het elke keer weer breken benen blijken te zijn, ja, dan is het oordeel al gauw geveld. En je weet wanneer dit soort oordelen potvatten binnen een bepaalde gemeenschap, dan moet je echt de Himalaya met 3 centimeter verschuiven om ze weer uit de wereld te halen. Maar ze snappen niet dat zoiets niet kan. Dus ik zeg van, ik ga mensen, geef mij de gelegenheid om zo'n test te maken. Iedereen die in aanmerking komt om door jullie te worden gekandideerd, moet worden getest. En op basis van het testresultaat komt hij wel of er niet in. Ja. Maar u moet zich voorstellen, met een dergelijk objectief middel is er geen mogelijkheid meer voor favoritisme. Ja. Meneer Weert, op basis van alles wat u nu zegt, kom ik eigenlijk al tot de conclusie. We gaan nog even door, maar ik kom eigenlijk nu al tot de conclusie dat er binnen de ABOP, die partij, eigenlijk maar één man is die daar de touwtjes in handen heeft. Hoe kijkt u daarnaar? Is het een machtspartij? Maar goed, ze kunnen gewoon niet anders. Het is geen democratische partij. Nee. En het is niet zo dat iemand de VP, de Ronnie Brunswijk, kan brengen op een ander idee. Als hij van plan is iets te doen, dan zal niemand hem weerhouden en hij zal het ook doen, ongeacht de consequenties daarvan. Dus dat is het is gewoon een autoritaire partij waar één persoon het voor het zeggen heeft. En zelfs zijn broer, zijn jongere broer, geeft hij ook flink van langs. U bedoelt Leo Brunswijk? Ja. Zelfs als de jongere broer gelijk heeft. Oké. Ik heb dat van nabij meegemaakt en ik heb bij al die gelegenheden heb ik gezegd van nee, die jongere broer heeft gelijk. Ja. En hij heeft daar niet vervelend op gereageerd. Maar dat zijn geluiden die hij nooit te horen krijgt. Ja, verklaart dit, dat machtsdenken, het conflict wat is opgebloeid tussen meneer Belfort en Ronnie Brunswijk, de partij ABOP, zo gezegd? Kijk, bij de ABOP hebben ze de gewoonte om mensen te behandelen alsof ze niets zijn. En dat heeft in het geval van Belfort een dermate vervelende, ondraaglijke proportie aangenomen dat hij de partij eigenlijk de rug toegekeerd heeft. Want als Belfort kritiek leverde op VHP, dan wordt Ronnie Brunswijk gebeld om hem tot de orde te komen roepen. En dan komt hij en dan gaat hij ook tekeer. Dat moet je niet doen. Wie gaat tekeer? Ronnie Brunswijk gaat tekeer tegen meneer Belfort? Tegen Belfort. Dat heeft u dat zelf moet meegemaakt? Je niet doen. Dat heeft u meegemaakt? Persoonlijk? Ik weet het, het is zo. Oké. Okay. ik zal hier niet iets zeggen wat niet waar is. Nee. En wanneer je mensen voor een gek houdt, beloftes maakt die je niet kan of die je niet wil nakomen, waarvan je zeker weet dat je die niet zal nakomen, dan kunnen die ernstige consequenties hebben. Ik heb nog geprobeerd om te bemiddelen in het conflict van die twee, maar dat is mij niet gelukt. Het standpunt van meneer Belfort was dermate hard geworden ten gevolge van het gedrag, ten gevolge van de ervaringen met die twee, dat lijmen een mission impossible was. Ja, was u gevraagd om te bemiddelen of heeft u dat... Nee, dat heb ik spontaan gedaan. Maar dat werd niet geapprecieerd, begrijp ik dus eigenlijk.
Nou, niet zozeer niet geapprecieerd. Ik denk dat meneer Belfort zulke nare ervaringen heeft met deze twee, dat het in dit leven niet meer goed zal komen. Dus dat gaat niet meer gebeuren? Nee. Ja, oké. Hoe is het gegaan met die denktank? Want u kwam eind vorig jaar met het voorstel, schrijft u in uw brief van 12 kantjes op Facebook, om een denktank op te richten, bestaande uit meneer Stanley Bettersen, André Alea en uzelf en nog een andere persoon, geloof ik. En Leo Brunswijk. En het ging al in het begin al niet goed, geloof ik, hè? De eerste afspraak ging al niet door. De eerste vergadering zegt hij op het laatste moment af, maar dat is een gewoonte van hem. En bij de tweede keer hebben we een heleboel zaken besproken, hoe de partij anders moest worden geleid. Ja. Ik heb zelf het voorstel gedaan dat de assembleeleden zich niet meer met geografische gebieden gaan bezighouden. Ja. Dus het moet niet zo zijn dat iemand zich met Marowijnen bezighoudt, die houdt zich met Sipaluni bezig en die houdt zich met Brokopone bezig. Nee, kies onderwerpen, kies onderwijs, kies huisvesting, kies werkgelegenheid. En daar ben jij dan de woordvoerder van, de specialist. En dat is de manier waarop je de zaak moet herstructureren. Ja. En dat alles is ook besproken bij zo'n eerste meeting van de denktank. En alles werd verwelkomd. En de bedoeling was dat Leo Brunswijk dat met de VP zou bespreken. En dan zou hij terugkoppelen naar ons. Ja. Nooit gebeurd. Nooit gebeurd. En van de tweede meeting is nooit iets terechtgekomen. Ja. Dus. En als het gaat om uw volgende voorstel en de redactie samenstellen voor een eigen blad van de partij, is dat hetzelfde patroon wat u dat... Ja. Hij vroeg mij van nou, ABOP wil met een eigen medium komen. Ja. Ik denk, dat is goed. Dan kun je zaken misschien daardoor wat gemakkelijker en beter op de voorgrond zetten. En ook jouw mensen gemakkelijker bereiken met informatie die noodzakelijk is. Ja. Maar als je dan met heel veel moeite mensen bij elkaar trommelt die in zo'n redactie willen gaan zitten, dan zegt meneer Leo Brunswijk tegen je van nee, dat gaat niet door. Want ik was 2 jaar geleden al met een groep bezig. En mijn vraag aan hem, waarom in godsnaam vraag je mij dan om zo'n redactie te gaan vormen als je al 2 jaar bezig bent met de groep? Ja. En op die vraag komt er natuurlijk geen antwoord. Ja. En uiteindelijk, ja, dat wist ik wel, is er van zo'n blad nooit niets terechtgekomen. Nooit en niets gebruiken opzettelijk. Ja. Voor alle duidelijkheid. Maar denkt u dat het heel rare dingen komen schrijven op Facebook tegen mij. Maar denkt u dat het een serieus voorstel was? Een serieus idee? Ja hoor. Maar de man is organisatorisch een probleem. Leo, ja, oké. Okay. Hij is niet in staat om te organiseren. Dat hoeft niet. Als er mensen zijn die dat kunnen, dan moet je dat aan ze overladen. Maar dingen overladen aan anderen, dat is ook een probleem. Ja. Want bij alles moet hij op de voorgrond treden. Oké. Okay. Bij alles. Ja. Of het nou gaat om iets wat te maken heeft met datgene waarvoor hij doorgeleerd heeft, of zaken die er totaal niets mee te maken hebben. Hij wil overal de eerste zijn en hij moet het woord voeren, hij moet het noem maar op. En dat gaat niet. Ik zal u een voorbeeld geven. Ja. Ze hadden een stuk geschreven dat gepubliceerd moest worden in de ware tijd. Ja. Dat stuk wordt aan mij toegestuurd. En ik heb het gelezen. Uiteindelijk heb ik het ingekort met ongeveer 50%. Want er kwamen vele herhalingen voor, zinnen die best ingekort konden worden. En wat heel erg was, was de ondertekening van dat stuk. Ja. Iedereen van het bestuur zette zijn naam. En toen zei ik van nee, zo gaat het niet. Het stuk wordt ondertekend door de secretaris en dan kun je zeggen namens het bestuur. Ja. En dat heb ik ook gecorrigeerd. Van de naam van de secretaris, maar hij was de secretaris niet. Ja. Dus kwam zijn naam er niet voor. Ik heb het teruggestuurd, gecorrigeerd, geen fouten meer. Wat zie ik in de krant? De ongecorrigeerde versie stuurde hij naar de krant en die werd gepubliceerd.
Nou, dan raak je toch totaal gefrustreerd van. Ja, maar hoe kan het dat een partij die eigenlijk als losstand bij elkaar hangt, als ik het zo goed begrijp uit uw woorden, als ik het zo vertaal, dat die in het machtscentrum kan komen? Dat is toch werkelijk... ligt het aan de kiezers in Suriname? Het ligt aan de kiezers en aan de achterban van de Maron-partijen. Die gebruiken totaal andere criteria om op een partij te stemmen. Ja. En men is nog steeds niet tot het inzicht gekomen van, wacht even, hier gaat iets goed fout. Want vanaf 2006 zijn wij bezig deze partijen op de been te houden. En tot nu toe is het rendement dat wij hebben kunnen profiteren, dat wij hebben kunnen binnenhalen, 0.0. Ja. Dus moet er voor iets anders gekozen worden. Ik heb zelf in een lezing in 2014, meen ik, de Marons opgeroepen om de stembussen in Suriname te vermijden. Niemand moest gaan stemmen bij de verkiezingen. Oké, waarom niet? Waarom? Omdat deze groep heeft, voor zover ik weet, sinds de jaren 60 gestemd op verschillende partijen. Begon op de NPS, hè? En tot nu toe is er niets veranderd aan de noden die ze hebben. Neem maar bijvoorbeeld de gezondheidszorg. De vorige regering had ervoor gezorgd dat er Cubaanse artsen gedetacheerd werden in het binnenland. Ja. Dat was een behoorlijke verlichting van de noden. Want er waren geen artsen, de Surinaamse artsen wilden niet naar het binnenland gaan. En je haalt mensen uit het buitenland en die willen dat wel doen. Ja. En toen besloot deze regering, waar de ABOP bij zit, om die Cubaanse artsen weer terug te sturen. Het was een beslissing van de VHP in dit geval, toch? Wat zegt u? Het was een beslissing van de VHP, heb ik begrepen. Ja, maar de ABOP was erbij. En als de ABOP de VHP niet de oorlog verklaart, van dit gaat niet gebeuren. En als dit gebeurt, dan bossen we de hele regering. Dus, dan laten we de hele zaak exploderen. Dus opkomen de mensen daar in het binnenland, die zijn al zo overbedeeld wanneer het gaat om de gezondheidszorg. En dan is er een klein vlammetje dat je ontsteekt. En dat doof je weer uit en dan vallen ze terug naar de situatie van weleer. Dus opkomen voor... De ABOP had het nooit moeten toestaan. Maar ze zaten daar als een stelletje lummels bij elkaar. En ze hebben geen poot uitgestoken. En de Cubaanse artsen zijn weg. En de situatie verslechtert vanzelfsprekend. Ja, dus opkomen voor eigen mensen, dat is... Dat hoort er niet bij. Dat vandaar niet bij. Ja. Dat ik toen gezegd heb van... Oh, als je als achterban, als Maron, besluit om niet te gaan stemmen, dan weet de politieke partij die gewonnen heeft dat er een heel grote groep stemmers zijn van wie je de harten kunt winnen. Ja. Dus het enige wat je moet doen is die dingen realiseren die nu onmogelijk of onwaarschijnlijk lijken. Internet, elektriciteit, goede scholing, goede woningen voor leerkrachten, bevoegde leerkrachten voor de klas, dat alles zal mogelijk blijken te zijn. Want de partij die nu aan de macht is, wil haar macht consolideren. Want een van de kenmerken van mensen die in aanraking zijn gekomen met macht, is dat ze aan macht verslaafd raken. En als je aan macht verslaafd raakt, dan doe je alles om die macht te continueren. Dus dan zullen ze denken van, als wij de Marons nou, als we een paar van hun problemen oplossen, dan zullen ze zo dankbaar zijn dat ze op ons zullen gaan stemmen. En dan kunnen wij van 2020 tot en met 2025 weer aan de macht komen. En misschien van 2025 tot en met 2030. Ja. Goed doordacht plan. Ja. Maar er waren een paar idioten die dat niet begrepen en niet de moeite namen om mij om tekst en uitleg te vragen. Nee, die mensen begonnen mij uit te schelden van meneer Tim Kodong. Dat is ook zo'n stommiteit die je tegenkomt, zo'n dwaze gedachte. En voornamelijk onder Afro-Surinamers, dat is maar een leri te doen. Maar als jij zelf ongeschoold bent, ben je niet in staat om de intellectuele capaciteiten van een ander te beoordelen. Dat is maar waar. Je kan het niet uit hun hoofd halen, dat wit leert tako dong. En toen zijn ze belazerd door de politieke partijen. Ik kan me herinneren dat één partij met zwaar materieel naar Atjoni trok. En iedereen dacht van, aha, na de verkiezingen gaan er heel veel dingen hier gebeuren.
Ja. Na de verkiezingen zijn ze het zware materieel weer gaan ophalen, teruggebracht naar de stad. En de mensen bleven daar aan hun lot overgelaten. Ja. Toen zei ik van nou, dat is wat ik bedoelde. Ja. Want hoeveel dat miljoen te doen toch? Wel nu, nobody. Ik ben was kon even beheren mee. Dus dan is het op zang houden. Dus er zit ook een stukje koppigheid en onnadenkendheid bij de achterban. Die het voor deze machthebbers gemakkelijk maken om de onverschilligheid te etaleren, te demonstreren naar de groep toe. Ja. De groep is niet fanatiek genoeg. De groep is niet vechtlustig genoeg. Want als men bijvoorbeeld massaal vanuit Burkopono, Sipaluini en mogelijk ook Marwijnen het gebouw van de VP zou gaan bezetten, eisen dat hij eindelijk nou eens een keertje iets moet doen voor de groep. Wedden dat hij gaat veranderen. En dan komen we ook op een ander punt. Ja, gaat u gaan. En dat is het conflict dat zich nu voordoet tussen de vicepresident, de heer Ronnie Brunswijk, en het constitutionele hof. Ik moet u even corrigeren, want althans, ik hoop dat ik het goed doe, want anders krijg ik straks op mijn kop van u. het is volgens mij niet per se een conflict tussen het constitutioneel hof en Ronnie Brunswijk, maar wel tegen degene die een verzoekschrift heeft ingediend. Nee, maar dan heeft u dat niet goed gelezen. Serena S. U risico loopt als u mij corrigeert, dus de consequenties zijn voor u. Gaat uw gang. hij heeft mevrouw Serena S. bedreigd. Ja. Hij heeft ook de mensen van het constitutionele hof bedreigd dat ze dus niet moeten komen tot een vernieuwing van het kiesstelsel. En ik ben er voorstander van dat het kiesstelsel moet worden vernieuwd. Waarom? Wanneer mensen te gemakkelijk aan privileges komen, dan waarderen ze dat privilege niet. Dat is een sociaal-psychologisch bekend principe. Nu is het te gemakkelijk voor de Maron-partijen om aan zetels te komen. Dus hoeven ze niet veel te doen. Wanneer het kiesstelsel is herzien, waardoor ze echt keihard zullen moeten werken om aan stemmen te komen, dan zullen ze ook keihard werken. En wie zijn de mensen die daarvan de vruchten zullen plukken? Dat zijn de Marons. Dus in feite zal vernieuwing van het systeem in het voordeel werken van deze groep. Vind ik het al zeer, het idee al dat er in een land een vicepresident is die het niet eens is met iemand van een andere politieke partij en daarbij bedreiging gebruikt als manier om zich te uiten. Waarom stuur je niet een van jouw mensen die rechten gestudeerd heeft om met mevrouw Serena Asset in discussie te gaan op de radio of op de televisie? Ja, zo doen wij dat in een democratie. Zo doen wij dat in een beschaafde samenleving. Maar je gaat niet bedreigen. Ben benieuwd hoe de president hierop zal reageren. Ik heb vandaag gebeld met een van zijn adviseurs. En ik heb begrepen dat hij nu heel erg druk bezig is met de CARICOM FIPS, Very Important Persons. En dat hij voorlopig geen tijd heeft voor binnenlandse aangelegenheden. Dus wanneer die bezigheden afgelopen zijn, dan ga ik ervan uit dat hij hierop zal reageren. Want dit kan niet. Je moet nooit mensen bedreigen. Je gaat met ze in discussie. En als je daartoe niet in staat bent, dan moet je iemand zoeken uit jouw partij die wel in staat is om met zo'n mevrouw in discussie te gaan. Zo werkt een democratie. Je kan, stel eens voor, dat Rutte mensen gaat zitten bedreigen. Ja, maar als je een machtsdenker bent, althans als je binnen die structuur aan de politieke macht bent gekomen, dan kan je toch niet anders verwachten van nee, je kan natuurlijk wel anders verwachten, want dit soort gedragingen kunnen alleen maar consolideren wanneer er ruimte aanwezig is. Wanneer de leider van het land zou optreden en zeggen van dit is iets van eens en nooit weer. Anders moet het kabinet maar naar huis. Het is onbestaanbaar, het is niet voor te stellen dat een president of een vicepresident de burgers van het land gaat bedreigen. Dat is niet de reden waarom je macht hebt gekregen van het electoraat. Ja, maar wat zou president Santokki in dit geval moeten doen? Hij
moet hem duidelijk te verstaan geven dat dit iets is van nooit, iets van ooit en nooit meer. In het verleden hebben we ook hier conflicten meegemaakt tussen, Ruud Lubbers en Eelco Brinkman. Ja. En toen heeft Ruud Lubbers ook tegen Brinkman gezegd van, dit flik je niet meer. Ja. In het openbaar. En dat is krachtdadig optreden, dat is optreden als een leider. Maar als je al dit soort zaken met de mantel der liefde bedekt, dan zullen ze alleen maar verergeren. Want wanneer de persoon niet aangesproken wordt op zijn verantwoordelijkheid, dan zal hij dat juist zien als een stimulans om door te gaan met zijn defiant gedrag. Ja, maar is die mantel der liefde niet ingegeven door langer aan de macht blijven, geld, roem, hoe zeg je dat goed? We weten, de mensen die in de politiek zijn, die kennen de politieke geschiedenis. De heer Venetiaan heeft ook te lang Somoharjo getolereerd. Ja. En het gevolg daarvan was dat de NPS vandaag de dag verworden is tot een ledigputterpartij. Dus wanneer je denkt van ik moet dit maar accepteren, want ik wil nog lang aan de macht blijven. Wanneer binnen dat machtbestel personen voorkomen die een bedreiging vormen voor de continuering van jouw leiderschap, dan moet je krachtdadig optreden. Je kunt liever nu de zaak laten exploderen. En als er nu verkiezingen zullen worden gehouden, geloof mij, de ABAP komt hoogstens met 3 zetels binnen. En dan zijn ze gemarginaliseerd. Dan tellen ze niet meer mee. Dan heb je geen last meer van dit soort dwaasheden, toch? Ja. Wat schat u in? Zou dit interview daaraan bijdragen? Want ik realiseer me ineens, althans dat realiseer ik me al voor de uitzending, dat een zwarte man, die gaat hier aan de microfoon, in de uitzending een partij die met mensen vertegenwoordigt, een achterstand hebben in Suriname, die gaat die bekritiseren. Sommige mensen zijn daar niet zo blij mee en die zeggen, ja, maar zie je weer. Ik ben criticus en het enige wat telt is de inhoud van mijn kritiek. Ja. En het idee dat iemand zwart is en je mag die persoon niet bekritiseren, dat heeft ertoe geleid dat de zwarte machthebbers gemakzuchtig werden. Toen meneer Venetiaan aan de macht was, zouden mensen hem moeten aanspreken op zijn gebrek aan verantwoordelijkheid tegenover de districten Para, Coroni, Brukkepoort, Sipaluwine en Marowijnen. Daar wonen zwarte mensen. Je kan je macht niet alleen maar gebruiken, zogenaamd voor het hele land. Terwijl het hele land niets meer is dan een misleiding. Want de enige regio in Suriname die vooruitgang boekte tijdens het bewind van Finne was Paramaribo en omgeving. Okay. En wanneer wij ervan uitgaan van we gaan niks zeggen, want die man behoort tot mijn ras en ik ga hem niet afvallen. Kritiek leveren is bovendien geen afvallen. Je wijst iemand op zijn gebrek aan verantwoordelijkheid en je laat hem weten dat het zo niet doorgaat. Als hij fouten maakt, dan laat je dat ook horen, laat je dat ook zien. En mensen vinden het niet fijn om geconfronteerd te worden met hun fouten in de publiciteit. Ik bedoel, als Rutte hier blundert, dan krijgt hij het ook op zijn donder. Dan krijgt hij de verlangst. Dat geldt voor Johnson in Engeland. Overal waar Biden in de Verenigde Staten. Mensen met macht moet je altijd kritisch begeleiden. Kritisch volgen. En we kunnen niet allemaal honing om hun lippen smeren. Ja, dat idee van die Brumtjijari in Suriname. Moeten we dat inmiddels gaan loslaten, als ik het zo hoor, meneer? Dat idee is een fata morgana. Het is een luchtspiegeling. Er heeft nooit in Suriname een Brumtjijari situatie geweest. Ik weet niet hoe mensen op dit soort malle ideeën komen. Maar Suriname bestaat uit verschillende etnische groepen die elkaar tolereren. That's all. Maar van een Brumtjijari kun je niet spreken. Want als we kijken naar het aantal mensen dat bijvoorbeeld door de VAP tijdens deze regering benoemd is, dan kunnen we ook voorspellen uit welke etnische groepen ze komen. Als we kijken naar het aantal mensen dat door Roddy Brunswijk benoemd is, dan kun je ook voorspellen uit welke groep ze komen. En datzelfde geldt ook voor de PL en al die andere partijen. Dus het is gewoon een fantasie. Het is gewoon luchtspiegeling. Het is niet waar. Het is een leugen. Het is bedrog om te beweren dat er in Suriname sprake is van een Brumtjijari-situatie. De etnische groepen die er wonen, tolereren elkaar. Maar in de NDP was er toch wel sprake, de partij. Mijn grote teen.
verkiezing. Want toen de verkiezingen naderden, waren er mensen binnen de NDP die reclame maakten tegen de VAP. En die tekst hield in van ja, je wilt toch niet hebben dat het land geleid wordt door een Hindoestaan. Oh jeetje, dat is een foute tekst. Hoe kun je mij dan komen verkopen dat een dergelijke partij een nationale partij is? Dat zeggen ze allemaal. En het lukt hen ook om een paar mensen binnen te krijgen van andere etnische groepen. Maar de machtsconcentratie, daar zit alleen maar. Daar zit voornamelijk de Creoolse groep in en een stelletje en een paar etnisch moeilijk identificeerbaren. En om dat ding een beetje te camoufleren, werd er Adin binnengehaald als vicepresident. Maar dat is alleen maar voor mooi. Ja, dus ik moet mijn gedachten gaan bijstellen op basis van wat u hier zegt. We hebben al die jaren gezien, toch? Ik bedoel, ja. Dit is de eerste keer dat de VAP, niet de eerste keer, want in de jaren 70 waren er enkele individuen die ook zwarte mensen, die dus ook statenlid waren of volksvertegenwoordiger. Maar waren uitzonderingsgevallen. Hetzelfde heb je ook bij de PL. Dus die hele politiek in Suriname is etnisch georiënteerd. En laat niemand je wijsmaken dat het gaat veranderen. Het gaat niet veranderen. Dus wat je moet doen is, als je politieke macht hebt verworven als zwarte persoon, dan moet je ervoor zorgen dat je je achterban bedient. Er is voldoende voor iedereen. Maar het probleem bij zwart is dat wanneer ze macht hebben, dan kijken ze naar de andere groepen. En als de andere groepen macht hebben, dan sluiten ze de zwarten uit. Dus uiteindelijk is het de zwarte achterban die het gelag moet betalen. Ja, even terug naar uw conflict met de ABOP. Want daar zijn we over begonnen. En daar gaan we mee besluiten, want we komen zo'n beetje aan het einde van de uitzending. In de eerste plaats, meneer Wit. Hoe gaat het verder? Want er was een bemiddelingspoging gedaan, geloof ik. U had meneer Bettersen gevraagd of hij had zichzelf aangeboden. Hoe is dat gegaan? Nee, ik had hem gevraagd om te bemiddelen, want die mannen moeten mij nog $4,500 betalen. Ja. En dat weigeren ze. Ja. En op grond van mijn eis om dat geld te betalen, smeet de heer Leo Brunswijk mij naar het gezicht dat ik een oplichter ben. Ja. En dan wordt het een nucleaire oorlog. Maar goed, ik had meneer Bettersen gevraagd of hij wilde bemiddelen in die zaak om te voorkomen dat we een ernstig conflict of dat er een ernstig conflict ontstaat tussen de ABOP en Wit. En als dat conflict er is, is de ABOP geen partij voor mij. En dat weet ik. Ik ben verantwoordelijk genoeg om te weten dat ze geen partij voor me zijn. Dus moet ik escalatie zoveel mogelijk zien te voorkomen. Dus dat klinkt paradoxaal, maar het is eigenlijk heel duidelijk. Maar goed, ik begon er niet zomaar over, want ik heb dat ook gelezen en ik heb daarover in het voorgesprek met u over gesproken. En ik begrijp dat u eigenlijk helemaal geen conflict wilde met de ABOP, dat u eigenlijk de dingen in de midden had willen oplossen, als er maar met u gesproken was, op een juiste manier. Juist, maar het punt is dat deze mensen gewend zijn om mensen te behandelen alsof ze grofvuil zijn. Dat is wat ze gewend zijn. En nooit heeft iemand erop gewezen dat dat onacceptabel is. Dit is de eerste keer dat ze dit meemaken en ze krijgen van mij niet alleen de wind, maar een flinke storm van voren. Ja. En ik ben van plan om hiermee ook naar de, zoals de Surinamers dat zeggen, naar de groene tafel te stappen. U gaat naar de rechter vanwege dat geld? Ik stap naar de rechter, ja. En u bedoelt de Nederlandse rechter of de Surinaamse rechter? Nee, de Surinaamse rechter, want het geheel heeft zich in Suriname voortgedaan. Dus ik denk dat ik in Suriname mijn juridische heil moet gaan zoeken. Ja, u had een overeenkomst, een schriftelijke overeenkomst, of was een mondelinge afspraak? Nou, ik had een schriftelijke overeenkomst die niet door hen was ondertekend. Waarom? Omdat zij pas 3 dagen voor mijn vertrek naar Nederland werkelijk over de brug kwam met betalingen en ze hadden mij een voorschot gegeven. En de man is zelf puissant rijk. Dus ik denk van, ach, als je zoveel geld hebt dat je overal met dollars loopt te smijten, dan zal betalen niet het probleem zijn. Ja. Maar dat blijkt ik verkeerd te hebben gezien. Hoe is het mogelijk? Ja, dus voor die paar duizend euro stapt u nog naar de rechter? Ja,
Want ze, kijk, als je ze niet een keertje aanpakt, dan denken ze van, oké, zo kunnen we met iedereen omgaan. Als ik klaar ben met ze en ze hebben deze zaak verloren, dan weten ze dat die macht van hen niet een goddelijke macht is. Oké, maar hoe nu verder? Gaat u nog? U komt nog wel eens in Suriname. Ik bedoel, die mensen hebben... Oh, ik heb nog een aantal verrassingen in petto, maar het kenmerk van een verrassing is dat je niet vertelt wat die verrassing inhoudt. Oké, nou, ik zou zeggen, hou het voorzichtig. Meneer Wit, ik vond het fijn met u praten, maar we moeten nu echt gaan afsluiten. Dit is een conflict met de ABOP over de machtsstructuur van die partij, over de personen die die partij leiden. En het heeft u nu getroffen, helaas, zou ik zeggen. Dus ik zou zeggen, succes met de zaak. Wanneer gaat die dienen, weet u dat? Ik had een advocaat al in de arm genomen, maar die reageerde te traag op mijn e-mails, dus ik heb hem gezegd van, nou weet je wat, ik zoek wel iemand anders en ik denk dat ik komende week een andere advocaat in de arm neem. Oké. Nou meneer Wit, succes ermee. Ik ga u danken, dank u wel voor deze uitzending, voor het meedoen over deze kwestie ten aanzien van de ABOP. Ik ga afsluiten. Dames en heren, dit was meneer Julian Wit met een conflict over de ABOP. Dit was het weer, Karakter, tot de volgende keer. Dag. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.